Een nieuwe honingbij is onlangs in het zuiden van Suriname ontdekt door een lokale bewoner. Volgens onderzoek is het een bij die niet bekend is in de kustvlakte, maar wel in het gebied. Verslaggever Sifra Goudland heeft een gesprek gehad met de dorpsbewoner die in Paramaribo op bezoek is. Kijkers, wij zijn op bezoek bij de Amazone Conservation Team, de ACT, die onlangs een expeditie heeft gevoerd naar het gebied van Kwamala Simutu en de Kuruni. En daar hebben zij een nieuwe soort honingbij die niet bekend is bij de rest van ons ontdekt. En deze bij is vernoemd naar de heer Koratai. Die is momenteel in Paramaribo op bezoek. En wij van ATV zijn gekomen om een gesprek met hem te voeren om te praten over wat zijn bijdrage was bij de ontdekking van deze nieuwe honingbij die naar hem is vernoemd. Mevrouw Maaike Jaarspie, u bent de tolk van meneer Koratai. Kunt u aan hem voor me vragen waar hij de eerste keer de honingbij die is ontdekt, die naar hem is vernoemd, heeft gezien? Tijdens die expeditie hadden ze het ontdekt in de buurt van Kurapetepo, dus zo noemen ze die plek. Daar hebben ze het is eigenlijk Marasiwana, maar het is nu Korotaiwana genoemd. Volgens de experts van de Amazone Conservation Team was de bij reeds bekend bij de bewoners van Zuid-Suriname. Tijdens de expeditie zijn er verschillende soorten bijen onderzocht en gecollecteerd toen de groep deze Tetragona Korotai bij tegenkwam. Deze bij is nog niet bekend in de westerse wereld. Korotai zegt verder dat deze bij geen gevaar is voor de lokale bewoners. Deze bijen zijn echt goede bijen, dus ze zijn angeloze bijen. Ze komen wel tegen je, maar ze prikken niet. Ze zijn niet als Braziliaanse bijen. Er zijn twee soorten die gevaarlijk zijn. Braziliaanse bijen en nog één, Matoana noemen we, ik weet niet hoe jullie het noemen. Die twee zijn gevaarlijke bijen. En kunt u meneer Koratai ook vragen wat het voor hem betekent dat de ACT na de bij te hebben opgestuurd, dat de bij naar hem is vernoemd? Maar ik ben ik is er ACT te mooi uit te rijden, maar ik ben hier met mijn kachopetten in Jane, en ik ben hier op om me in weken, ik ben hier met de karma in Jane, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier. Ik ben zo blij, zegt hij. Dus ik bedoel, hij is zo blij dat die bijen naar zijn naam is vernoemd. Precies zijn kleur heeft die bij ook. Dus dan. Dus is hij echt blij ermee. Dus hij bedankt ACT ook dat die bijen naar zijn naam is genoemd. De bij is naar zijn ontdekker Koratai vernoemd omdat hij veel wist over de bijen en de experts van de ACT. Veel heeft geholpen tijdens de expeditie.